Eindelijk. 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 Heb ik gedaan. 3 pagina's geschreven in het boekje Morning Pages van mij. Jeetje. Ik moet toegeven. Als je het zo ziet, dit is ook best veel. Ik moet toegeven, het is echt veel werk. Kost veel tijd. Maar ik wil dit weer testen, net als veel dingen. Ik wil kijken of het werkt volgens het boekje waar ik aan het lezen ben nog steeds. The Miracle of Morning Pages. Spreek je creativiteit aan, dingen komen los, ideeën komen uit. Het is een soort dagboek waarin ook je gevoelens naar voren komen. En dus iets wat ik graag wil doen om te zien waar mijn gevoelens er meer uitkomen. Wat er gebeurt met mij als ondernemer, wat er gebeurt met mijn bedrijf, wat ik doe met mijn klanten, waar ik plezier in heb, waar ik dingen ervaar. Dat is namelijk wat ik naar voren laat komen. Kijken, oké, wat is het wat ik echt leuk vind te doen? Dat is mijn focus in mijn bedrijf en de rest mensen bij inschakelen. Als ik dat zo organiseer, en dat komt ook terug in het boekje van Derek Sivers, Anything You Want. Dat is de optimale methode volgens mij om ervoor te zorgen dat het goed gaat draaien. En ik moet zeggen, op dit moment heb ik erg veel plezier in nieuwe potentiële klanten ontmoeten. En ik denk dat dat komt omdat dit de mensen zijn waar ik me ontzettend op mijn gemak voel. Waar ik naartoe kijk. Waar ik naartoe kijk van dat is gaaf om met die mensen samen te werken. Maar ook waar ik naartoe kijk om die mensen met elkaar te laten samenwerken. Ik zie genoeg connecties in klanten van mij die ik met elkaar kan samenbrengen. Waardoor zij samen kunnen groeien. Van elkaar kunnen leren. Dus het voelt goed. En het komt niet, denk ik, de Miracle Morning Pages, maar gewoon die deling. Ja, misschien ook juist wel. Omdat ik erop geschreven nu die bewustwording van ja, dat is waar ik nu plezier in heb. Dat is waar ik me concentreer in mijn bedrijf. Misschien al de eerste winst. De eerste keer de 3 pagina's volgeschreven en ik weet iets beter waar ik plezier in heb. En waarom ik er plezier in heb. Yes. Op de planning vandaag. Artikel voor het vaste onderwerp. En ik moet echt deze week iemand vinden die dat gaat doen. Of de komende 2 weken moet ik iemand vinden die dat gaat doen. Een schrijver die dit soort artikelen kan schrijven over de zorg. Dat zelf kan organiseren, bedenken. Artikel van mijn eigen site voor de nieuwe funnel. De artikel gaat over het schrijven, het organiseren van je lijst, het bijhouden van je lijst, het verzamelen van contactgegevens van klanten, de rode draad in het bedrijf. Dan heb ik nog een mail van Lianne gekregen waar ik een aantal vragen op wil beantwoorden. Want de klanten helpen, de klanten tevreden krijgen, de klanten verrassen, verbazen, dat is wat ik graag doe. Dus daar met veel plezier ga ik dat doen. De weekly met Annette voor deze week. Lopen vandaag, wandelen. Gisteren hebben we flink gesport, flink moeten rennen. Stijf vandaag en dus moeten we vandaag wandelen om ervoor te zorgen dat dat weer loskomt. Het zal wel rond middaguur zijn, tenminste als we de weer meewerken, want het is wat regenachtig. En ik ga niet in de regen wandelen. En dan heb ik nog een call van opvolging van Twan. Ik wil dat het project van Twan verder loopt. Ik wil een mailtje sturen aan Geert, want ik wil dat Geert deze week een artikel schrijft. Ik heb een opvolgcall met Arno, want die was geïnteresseerd vorige week. En ik moet naar aanleiding van vorige week van de presentatie Britta een e-mail sturen met factuur en nog wat klein beetje geld terugstorten. Ja, klinkt als doable. Dus let's go! Het is nu 9:30, dus we moeten knallen voor 12:00 die 2 artikelen afleveren en de rest in de middag. Maar als ik dat zo organiseer, is dat te doen. Nog geen zin om in dit weer te gaan wandelen. Jij wel? Het is niet weer om even een gezellig rondje om te doen. Totaal niet. Hopelijk later vandaag nog droog. Ik alsnog kan gaan. Zojuist. Het interview gedaan met Bart van Nol. Tegenwoordig werkt hij voor Spark. Dat is een bedrijf waar ik veel mee samenwerk. En ik wist het toen het eerst met Bart sprak over wat we aan het aftasten waren, wat hij doet. Hij was een nieuwe partner met Spark en ik wilde even kennis met maken dat hij een gaaf ondernemer is. En ja, dat heeft hij nu bevestigd in de podcast. Het is een gaaf gesprek, hij geeft mooie tips. Hij is al 20 jaar ondernemer, 6 verschillende bedrijven opgestart, een deel daarvan verkocht.
Een van zijn grootste bedrijven is Peppermints. Nou, als je die niet kent, zoek het op. En hij heeft me ook nog weer inspiratie gegeven voor nieuwe mensen die ik kan interviewen op podcast. Dus ik heb namen gekregen van nieuwe ondernemers die ik kan interviewen. En dat zijn ook namen van mensen die ik nog helemaal niet ken. Dus dat is nog gaver, want dan kom ik in nieuwe werelden. Nou, wat wil je nog meer? Dit is cool. Luister naar de podcast. Hij staat vandaag online. Als het goed is, want deze interview komt morgen. En dan is de podcast ook online. Dat is dus, als ik dit zeg, is het dus vandaag dat de podcast online is. Snap je het nog? Maakt niet uit. nhanning.nl/podcast. De laatste podcast is van Bart van Nol. Als je deze video later kijkt en er zijn nieuwe podcasts bijgekomen. Het linkje van de podcast staat hieronder. Dus dan kun je hem vinden. Het moet geen punt zijn. Luister naar Bart van Nol. De dag verliep niet helemaal zoals ik gepland had. In mijn hoofd klinkt dat mooi als ik in de ochtend begin. Lijkt allemaal te doen. Maar als ik dan continu uitstelgedrag vertoon terwijl ik bezig met het artikel ben voor de klant. Ja, dan wordt natuurlijk de dag steeds krapper. Het artikel voor mezelf, mijn eigen staat, heb ik nog niet klaar. Ik ben wel een heel eind, maar ik ben niet tevreden. Dat betekent vooral dat ik er meer tijd aan kwijt ben dan ik had gepland. Ik had er 2 uur voor ingeruimd, maar dat ga ik niet halen. Verder heb ik veel dingen, mailtjes heb ik ingestuurd. Maar die heb ik opgelost met WhatsAppjes aan mensen. En die hebben gewerkt. Ik heb de klant verrast. Zoals je al net zag, een gaaf interview, gesprek met Bart van Nol voor de podcast was gepland. En een paar kleine dingen nog niet. Maar dat gaat goed komen. Het meest irritante van vandaag dat het niet gelukt is, vind ik dat het artikel niet klaar is voor mezelf. Dat ik niet gelopen heb vandaag, ik ben niet naar buiten geweest. En dat ik eigenlijk al in bed had willen liggen. Het is 10 uur. We morgen om 5 uur op. 4 uur moet nu af. Dan kan er wet. Dankjewel voor dat je meeleeft, dat je kijkt. Morgen een nieuwe dag. Ik zie je dan graag weer. Oh ja, en denk eraan, hè. Luister de podcast met Bart van Nol.